Deze nieuwsuitzending die gaat over de paus. In andere nieuwsuitzendingen daar heb ik de namen gebruikt van Alan Watt en Jörg Liesman. Dat doe ik niet meer. Maar ik heb wel de links naar hun internetkanalen onder deze video staan. Ik ben van strategie veranderd. Dit is weer geheel op eigen initiatief. En ik ga eventjes pislink worden over de paus. De allergrootste etterbak-institutie die er ooit is uitgevonden door de menselijkheid. Ja, maar mensen zijn in principe goed. Het antwoord is nee. Als je het toch wil hebben over de inprincipiteit of de essentie van mensen, dan is de mens in principe slecht. Want ik heb zojuist mijn checkje van de verkeerde kant aangestoken en daar ben ik niet blij mee. Want ik maak altijd zo'n toetertje en nu heb ik de dunne kant aangestoken. Dat gebeurt me wel vaker, het zal de Korsakoff wel zijn of de seniliteit. Maar ja, daar heeft de paus ook last van. Die institutie. Recent heb ik een uitzending gekeken en het gaat over... Even kijken, heb ik hem nog staan? De naam even noemen. Oh ja, Vigano. De katholieke kerk zit momenteel in een behoorlijke twist. Ze kunnen hier niet of nauwelijks uitkomen. Wat er gebeurd is. Een of andere hoge, een nuncio, dat is een Engels... Dus in Nederlands moet je zeggen nunkius of zo. Maar een hoge joker. Ja, die is erachter gekomen dat er een bisschop was. En die heette McGarrett. En die heeft zich vergrepen aan kleine kinderen. Aan misdienaren. En dan niet één, niet twee. Nee, een hele berg. In Chili is het nou ook naar boven gekomen. Een of andere Chileense bisschop. Die bleek het ook gedaan te hebben. Ik zou die audio aan kunnen zetten en dan stil kunnen staan bij alles wat... Want waar ik nu naar kijk, dat kunnen jullie niet zien, dat is een katholieke priester... En die heeft ook kennis genomen van het document wat Vigano, die bisschop, heeft geschreven. Waarin hij beweert dat Benedictus de 16e, als de voorganger van Franciscus de 1e, dat Benedictus de 16e wist... van het seksueel kindermisbruik van één van zijn organisatie. En de paus is de baas, of niet? Dat is toch het idee van de katholieke kerk? Je hebt allemaal mensen, schriftgeleerden, fariseërs, al die lui waar Christus Jezus een ongelooflijke pesthekel aan had. De paus die wist dat een van zijn schriftgeleerden zich vergrepen had, ernstig vergrepen had aan kleine kinderen. En dat is niet het enige geval. Alleen in dit geval heeft, is het nou een, ik weet niet wat zijn titel was, maar Vigano, die heeft een document opgesteld van 11 pagina's.
waarin hij datums, personen, locaties benoemt. Dit is het einde van de katholieke kerk, denk ik. Ik mag het hopen. Het ligt eraan wat wij doen. En wat me opvalt in het geoude hoer over dat kindermisbruik, is dat het in hoofdzaak gaat over homoseksualiteit. En homoseksualiteit, dat is een zonde. Ja, maar Jezus is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Dus mogen wij vanaf nu onze leuter stoppen in een willekeurige kleuter. Dan heb je het even verkeerd begrepen. Heel even maar hoor. Ik zal je wel uitleggen waarom. Het huwelijk vindt plaats tussen een man en een vrouw, omdat een man en een vrouw, wanneer zij één vlees worden, dan creëren zij nieuw vlees. En dat nieuwe vlees, dat nieuwe kind van God, dat moet geboren worden in een kribbe. In een veilige plek. Langdurig veilig. Vandaar dat als je seks hebt met een vrouw, dan blijf jij voor altijd bij haar. Je laat haar nooit in de steek. En als je dat wel overweegt, dan moet je geen seks hebben met die vrouw. Punt. Het antwoord van Osho, Bhagwan heet hij ook maar. Ja, het mag wel, maar dan moet je met een condoom. Daar zit wat in hoor. Niet helemaal dom. Maar dan nog. Nee. Geen seks buiten het huwelijk. Niet doen. Verboden terrein. Afgelopen ermee. Dat staat in het Oude Testament. Exodus 20. Ik praat geen poep of zo. Een homoseksualiteit. Ik weet niet welk boek dat staat hoor. Maar dan wordt er expliciet gesproken over het bijliggen. Dus samen in bed gaan liggen van twee mannen. Nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. En nu zit ik dan te kijken naar. Ik heb hem al gekeken, maar het beeld wat ik nu zie. Dan zit er een katholieke priester en die weet van wat Vigano allemaal heeft opgebiecht. En hij spreekt zich niet uit tegen homoseksualiteit. Dan toch, christen, als jij jouw dogma baseert op de Bijbel, dan is het bijliggen van twee mannen of twee vrouwen, dat is sodomie. En dan krijg je vuur en zwavel. Dat staat in de Bijbel. En dan kan deze man dan wel zeggen, ja, het gaat niet per se tegen de homoseksuelen. Het is, ja, ik wilde niet. Ja, ouwe hoer. Want het schijnt zo te zijn dat er nogal wat priesters en bisschoppen en lalalala zijn. En die doen de bijligging van man tot man. Ja, zeg dat dan eerlijk als katholiek. Maar ja, wij zijn katholiek. En wij weten dan van het boek. Dat hebben wij in bezit hoor. Ja, in het Latijn. Hè, en, ja, en daarin staan dingen. En daar trekken wij ons niks van aan. Ik haat de organisatie die telkens weer een nieuwe, lelijke, oude man verklaart tot de baas van het geloof.
En dat mogen ze van mij dan nou ook nog doen, maar ze maken gebruik van het woord van God. Dat vind ik smerig. Ik haat dat. Als jij als organisatie homoseksualiteit van ja, moet kunnen, ja, nee. En ja, die dieren zijn ook af en toe best geil hoor. Dan heb je zo'n hele geile geit. En je moet die dieren ook een beetje dierenliefde geven. Zeg dan dat je van die organisatie bent. Dat je alles maar goedkeurt. Dat het woord van God, de bibliotheek, dat jou helemaal niks interesseert. Dan weten mensen waar ze voor kiezen. En wat is het gedoe met het celibaat, by the way? Waar staat dat in de Bijbel? Jezus stond niet bekend als vrouwenversierder. Helemaal niet. Jezus was met andere dingen bezig. Zo gaat het verhaal. Maar moeten dan priesters celibatair zijn? Waarom? En wat is een priester? Oh, Brett Norman, vriend van Jörg Liesman. Die woont in Amerika en die is timmerman. En nu niet gelijk grapjes gaan maken van oh, Jozef was ook een timmerman. Nee, daar gaat het mij niet om. Hij werkt, hij is een ZZP'er. Hij heeft een bus, een hamer en een zaag. En, zo. En misschien ook wel een vrouw. Ik zou het niet weten. Wat maakt mij dat? Ik luister naar Brett Norman. Dat is een priester. Een prediker. Is hij beëdigd? Heeft hij een lange jurk aan en een hoed op zijn kop? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft van die werkschoenen en zo'n spijkertas. Gaat een beetje spijkers lopen hameren. Zwaaien met zijn hamer. Net als Thor. Je wordt ook helemaal nergens voor betaald. Dat is toch goed? Dat is toch mooi genoeg? En wat doet die rare organisatie? Dan pakken ze de Bijbel. En dan, oh, maar dit spreekt het volk wel aan. Oh, dus dat willen ze ook graag. Oh. Dan halen ze al die krenten uit de pap. Die leggen ze neer. En dan, waar het echt om gaat. Nee, dat doen we heel makkelijk over. Nee, dat moet je ruim zien. Stelletje toneelspelers. Alles homoseksuele mannen, iedereen die de bijligging doet met hetzelfde geslacht, daar moet je niks mee te maken hebben. Die mensen zijn geestelijk niet goed. Er is iets aan de hand. Er zijn psychiatrische patiënten met een trauma. Ik ben niet tegen heroïneverslaving of zo. Als mensen heroïneverslaafd zijn, dan moeten ze maar lekker heroïne gaan spuiten. Ik kan wel zeggen, als je daarmee doorgaat, is het niet goed. En mensen die dat elke dag zich s'morgens vroeg volspuiten met heroïne, die zijn niet goed. Die hebben een trauma. En dan kan je wel zeggen, ja, maar als je dan die mensen het gebruik van heroïne gaat verbieden, dan wordt het probleem alleen nog maar erger. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus ik wil het spuiten van heroïne niet verbieden. Maar mensen die dat overmatig doen. Dus dat is meer dan eens in de 5 jaar of zo. Ik weet niet wat er voor geldt. Ikzelf hoef die rotzooi niet. En daar moet je wel wat aan doen. Die moet je helpen. En je gaat niet zo'n ziekeling. Die de bijligging doet met een man.
Die krijgt een jurk van de organisatie en een hoed van de organisatie. Die mag dan de mis gaan doen. Want dit is het lichaam van Christus en dat gaan we nu allemaal opeten. Ik wil het nooit meer horen dat een katholiek van zichzelf zegt dat hij een christen is. Elke katholiek moet eerlijk zeggen, ja kijk, ik ben graag bij andere mensen in een opeengestapelde hoeveelheid stenen. Met wel mooie gebrandschilderde ramen en dan van die lange kaarsen en die worden aangestoken. En dan denk ik, ja, ik ben thuis. Daar gaat Christus helemaal niet over. Homo. Noem jezelf. Je bent katholiek. Je bent van de universele kerk. De universele kerk. Laten we even aftellen. Ze wisten van 9-11. Het was kardinaal Egan. In die tijd. Dat was de kardinaal van New York. Die wist ervan. Die heeft ook niks gezegd. Dat gedoe met die Koran is ook van het Vaticaan. De Koran is geschreven door het Vaticaan. In opdracht van het Vaticaan. Het is Babylon. Een hiërarchische kerk. Daar gaat het om. Dus je mag onderin beginnen als koorknaap en als je lekker lang genoeg in je reet geneukt bent, dan mag je priester worden. En dan mag je zelf je koorknaapjes uitkiezen. Dat is Babylon. En waarom een hiërarchische structuur in priesters? Ik doe momenteel, vervul ik priesterschap. Dat doe ik samen met Jurk Liesman en laatstelijk is daarbij gekomen een Michael uit de buurt van Venlo. En Jurk en Michael zijn beide Duitser. En is er iemand de baas? Nee, natuurlijk niet. Er is toch genoeg? Het enige wat je als mens hoeft te doen, is dat jij de Bijbel begrijpt. En dat je stopt met het lezen van lectuur. Van de Ex Libris prijs van vorige week. Of nog erger, dat je kijkt naar Game of Thrones. Omdat je denkt dat je kijkt naar iets wat jou zal leren. Nee, dat leert je helemaal niks. Hoeveel uur Netflix heb jij gekeken in de afgelopen 3 maanden? Ja, er waren 100 dagen. Afgerond. 1 uur per dag of zo. 2 uur per dag. Nou, die 200 uur had je beter kunnen besteden aan het lezen van het boek Hosea. Dat is ook behoorlijk geil, hoor. Er komen ook allemaal seksscènes, tietenscènes, zeg het maar. Prostituee, hoppakee. Kijk, daar leer je wat van. Snap je? Maar niet van Netflix. Niet van die katholieken. Daar heb je helemaal niks aan. Dan kom je bij elkaar in zo'n gebouw en dan zit er iemand helemaal voorbereid. En dat wordt van bovenaf aangestuurd. Hè? Want we gaan nu, hè, al die priesters krijgen de opdracht om, Matteüs 7 vers 3. Dan verzinnen maar wat leuks bij. Ik ken het verhaal, dat is een populaire Gelderse muzikant. En die zei, ja, de komende weken dan ga ik nummers schrijven voor ons nieuwe album.
En daar ga ik heel druk mee zijn. Ik denk, ja, hou maar op. Ja, naar die muziek wil ik niet luisteren. Dat zegt mij niks. Aan priesterschap, zoals Jörg Liesman dat doet, en Brett Norman, en nog wel meer hoor. Tom Fresh is ook een coole. En Wolt Stickel is hij is een beetje buiten beeld. Wolt Stickel was ook wel leuk hoor. Maar nu komt er dus vanuit Duitsland komen er nieuwe priesters bij. Nieuwe predikers. Dat zijn allemaal mensen die hebben dagelijkse bezigheden. En, ex-vrouwen, toestanden thuis, dat je je kind nooit meer ziet. Zo gaan die dingen. Maar niet een hiërarchische kerk. Je zegt van ja, dat moet je beginnen als koorknaap. En nu is het zo dat niet al die priesters koorknapen neuken hoor. Heel veel mensen zijn misleid. En die zijn priester geworden uit de beste bedoelingen. Van ja, laten we allemaal hetzelfde gaan geloven. Ja, dat vind ik best. Exodus 20. Geen seks buiten het huwelijk. Er staat ook in Exodus 20. Geen idolatrie. Idolatrie. Beeldenis. Verering. Er staat letterlijk. Gij zult u geen beeld maken van. En dan komt de hele opsomming. En op deze video waar ik naar nu kijk, er staat aan de linkerkant van die priester die dan zogenaamd ook wel vindt, joh, de paus moet eigenlijk aftreden. En naast hem staat een beeld van de maagd Maria met kindje Jezus in haar armen. En daaronder een kruis met allemaal tierenlantijnen erbij. Ja, dat slaat toch helemaal nergens op. Zo was het helemaal niet. In het vroege christendom, het eerste christendom, werd Christus genoemd de mens. Of de persoon. En de kruisiging werd genoemd de gebeurtenis. Want om de gebeurtenis ging het. Want wat was ook alweer het doel van Christus Jezus? En het heeft niks te maken met een maagd Maria, dus zijn moeder. En dan, wat heeft ze van kleur aan, van haar kleding? Blauw. Ha, 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 ha. Waar staat in de Bijbel dat Maria blauw droeg? En dan kan je denken, ja, maar katholicisme in Nederland, dat is toch op zo'n sterven na dood. Nee, homo, kom je erbij. Spring levend. Door Nederland staat onder de Europese Unie, omdat wij dat zo graag wilden, toch? Iedereen wilde, Europese Unie, want dan hebben we geen oorlog meer met de Europese buurlanden. Want we zijn één Unie en dan krijgen we één leger. Nou, dan heb je een Europees leger. Dus dan wordt er geen oorlog gevoerd vanuit België met Nederland. Dus iedereen blij. Ja, de BTW ging omhoog. En mensen zeiden van ja, de BTW omhoog. En dan krijgen we de Europese Unie. En de loonbelasting ging omhoog. Iedereen, ja, de loonbelasting omhoog. Want dan krijgen we, dat is allemaal nodig voor de Europese Unie. En dan wordt alles beter. En toen in ene kregen wij een president. Sorry? Een president? Ja. En waren de presidentsverkiezingen? Jazeker. En hebben wij eraan meegedaan? Nee, helemaal niet.
Dat er in achterkamertjes overleg is dat besloten van Erik van Rompuy wordt de volgende president. Erik van Rompuy was een jezuïet. Het allerergste tuig wat je je maar kan voorstellen. William Blair. De president van Engeland ten tijde van de oorlog met Irak. Die heeft afscheid genomen van zijn ambt, weet ik veel wat. Hij had een beetje stuivertje wissel gedaan met die opvolger van hem. En die was eerst dan de... Hey, William Blair was de minister-president. En dan had hij zo'n ventje onder hem. En die heeft al het goud van Engeland verkocht voor een habbekrats. Oh, wat een homo's. En die William Blair... die heeft zichzelf katholiek laten verklaren. Ja. Ja, natuurlijk. Katholieken, die snappen dat niet, maar... ergens in het katholicisme is er een drang om oorlogen te creëren. En 9-11 hebben ze gedaan. We hebben dus Engeland hun goud laten verkopen. Oh ja, 7-7 van 2005 hebben ze ook laten doen. De Vietnamoorlog is van de katholieken. De Tweede Wereldoorlog, Adolf Hitler, dat was een schoothondje van de paus. Stalin, Jozef Stalin, die stond onder controle van een jezuïet. Adam Weishaupt, de aanstichter van de Franse Revolutie, of zijn organisatie, de Illuminati. Maar Adam Weishaupt, die was docent kanoniek recht. Bij de Universiteit van Ingolstadt. Dat is een jezuïte universiteit. Denk jij dat jij docent mag worden, professor mag worden aan de jezuïte universiteit zonder dat je zelf een jezuïet bent? Of dat je een eed hebt afgelegd dat je de jezuïte altijd zal eerbiedigen? Het is Babylon. Een groot gevaar hoor, jokers. En dan kan je denken van, ja maar Perry, hoe kan je dat nou zo zeker weten? Nou, ik weet het zeker. Dan kan je het zelf wel controleren. Ik vind het best. Je gaat als je dat wil controleren, dan ga je luisteren naar Walter Feith. Of Walter Feith. Dat heeft een Duitse achternaam. Origineel. Walter Feith heeft hele mooie zendingen. Duitse. Zeer schöne Sendungen gemacht. Op zijn Duits. Ga je daar maar naar luisteren. Ik zal wel een linkje toevoegen. Dan kan je gelijk klikken de klik. Daar kan je het terugvinden. Ik weet waar ik het over heb. En wat het is, het fenomeen wat je nu meemaakt. Dat is een organisatie is ontstaan rondom de Scriptus Receptus. En de Scriptus Receptus is een ongelooflijk mooie samenvatting. Ja, het is een, hoe moet je zeggen? Een selectie. Van de volksmetafysica. Dat wat we nodig hebben om ons een beetje te gedragen. Want als wij gaan lopen neuken, buiten het huwelijk, maakt niet uit. Van, oh meisje, zal ik hem erin stoppen? Oh, zei de meisje, dat wou ik net aan jou vragen. Dat loopt niet goed af. En dan kan je zeggen, ja, maar ik wil graag mijn pik in al die voorgaten steken. Want dus, voorgat is dat nieuwe woord, hè. Dat is dan netter dan vagina. Want,
Doe niet zo vaag, Ina. Je weet toch wel wat een peen is. Maar dat mag niet meer, hè? Dat is politiek incorrect. Vagina mag je niet meer zeggen. Dat, ja, lijkt een beetje op vaag. Het voorgat. Ja, dan kan je wel zeggen, maar ja, ik wil mijn lul in zoveel mogelijk voorgaten stoppen. Want ja, het ene voorgat is het andere voorgat niet. En ja, net als met auto's rijden, dat je denkt, ja, ik ben toch een Audi-rijder. Maar dat kon ik pas weten nadat ik eerst een Mercedes had gereden en toen Volkswagen. En heb ik nog even die Franse merken uitgeprobeerd. En denk, ja, ik ben toch een Audi-rijder. Dus ik moet eerst wat vrouwen uitproberen om te weten welke lekker een beetje heen en weer schuift. Maar dan gaat het helemaal niet om met je vrouw. Homo. Het is leuk als je, ja, dat je een beetje van bil kan en met z'n tweeën. Maar het is wel jouw vrouw en niet met een ander. Ja, maar mijn vrouw heeft af en toe een droge kut. En dan krijg ik hem er niet in. Dat is jouw probleem. Wees een beetje creatief. Glijmiddel of zo. Olijfolie. Gewoon slaolie. Van die Nivea crème. Ja. Ik zou dan kiezen voor glijmiddel hoor. Dat lijkt mij nogal inert. Maar ja, aan de andere kant, als je vrouw een droge kut heeft, je krijgt hem er niet in, ook al heb je een paal van hier tot Tokio. Ik doe hem even grof, hè, want ik ga er over homoseksualiteit. Sodomie dus, hè. En je krijgt hem er niet in. Je hebt een leuter van hier tot Tokio. Die kut is helemaal droog. En een meisje dan ook zo van, niet lekker. Ja, gelijk terugtrekken. Ja, ga je maar wat anders verzinnen. Eerst even beffen of zo. Voetenmassage, dat je elders moet beginnen. Of een gezichtsmassage, of een handenmassage. Of een massage in het algemeen. Dat het helemaal zoals van slappe pap wordt. En dan ga je nog even controleren aan de onderkant. En ja, hij begint te druppen. Nou, huppakee, dan kan hij erin. Ja, maar het kost mij veel te veel tijd. Ik heb liever dan een andere vrouw die al met een natte kut op de deurmat staat. Ja. Het leidt tot niks. Niet de bedoeling. En dan verliezen wij de eenheid. En die stomme kerk hier, waar we naar kijken, die katholieke kerk, hè, dat is de universele kerk. Dat betekent katholiek, dat is Griekse. Algemeen of universeel of mondiaal. Die prediken iets heel anders. Oogluikend wordt het toegestaan. Ja, met als gevolg dat 2%, dat wordt dan gezegd, misschien is het meer, dat 2% van hun gezagsvoerders, die allemaal onder een andere gezagsvoerder staan en lalalala. Ja, die doen het allemaal kleine jongetjes. En dan een groter percentage, die doen het onderling. Ha, 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 ha. Ja, zeg dan gewoon, want wij zijn van de katholieke kerk en wij, 's morgens, dan scheiden we op de Bijbel. En dan 's avonds, dan spuiten we de Bijbel weer schoon met onze eigen pis, zodat we 's morgens weer op de Bijbel kunnen gaan schijten. Wat zegt dat dan? Die katholieken hadden de gewoonte om mensen die een eigen Bijbel in handen hadden, om die te vermoorden. Ja, ze zouden er eens achter kunnen komen wat er in de Bijbel staat. Nou, dat katholicisme helemaal niet Bijbels is. Dus in Matthäus, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7, pin me er niet op vast. Daar staat, call no man on this earth
your father. Op zijn Nederlands, noem niemand in deze wereld, of op deze wereld, je vader. Niemand. Ik praat er geen Frans of zo. En waarom staat dat daar? Nou, dat komt omdat het woord vader binnen het christelijk dogma, dat refereert aan de inwendigheid van het woord God. Het is een hernoeming van God. God is de vader. Dat is niet seksistisch, daar heeft het niks mee te maken. Het punt is dat je niemand op deze wereld je vader noemt. Ja, maar vroeger was het een gebruik dat kinderen tegen hun moeder zeiden: moeder, lalalalala. En tegen hun vader zeiden ze: vader, dat mocht toch ook? Nou, van mij hoeft dat niet. Mijn vader die noemde ik pap. Dat is het, niet vader of zo. In het Italiaans is dan papa, is dan vader. Hey pop. Dag pa, nee pa noemde ik hem. Hey pa. Belde ik hem op over de telefoon. Zeg ik: hey pa, ik heb een boormachine nodig en die van mij is kapot. Bij wijze van spreken. Maar mijn vader, George Laurens Alexander Winkel, die is inmiddels overleden. Dat is mijn vader niet. God is mijn vader. En in de tijd dat ik nog dacht dat George Laurens Alexander mijn vader was, toen was ik pisling, man. En dan verwacht je van je biologische vader. Dan verwacht je veel te veel. George Laurens Alexander Winkel, dat was mijn biologische vader. En sociologisch heeft u dat, ik zou zeggen, ruim voldoende. Mijn vader, die kan ik geen rapportcijfer geven. Daar kan ik niet over oordelen. Dat is een manier van denken. Dat sluit helemaal aan op het boeddhisme. Waarin Boeddha, Siddhartha de Boeddha of Gautama de Boeddha, maakt niet uit. Het gaat om één en dezelfde mens. Boeddha was een mens. Die heeft geleefd. Het zou erg gek zijn als dat niet zo was. En later is dat boeddhisme overgenomen door de katholieke kerk. Dat hebben ze gedaan, hoor. Oh, er zijn moralistische mensen. Nou, dan komen wij even langs. En wat gaan die katholieken doen als eerste? Ja, stenen stapelen. Met vrijmetselaars. We hebben dan de boeddhistische tempels gebouwd. Sorry, ik krijg even de slappe lach. En toen hebben ze de boeddhisten opgestookt tegen de Hindoestanen. Nee, als je houdt van oorlog, niet morgen lid worden van de katholieke kerk, maar vandaag nog. En als een katholieke priester aan je vraagt van: ja, waarom wil je katholiek worden? Dat je zegt: nou, jullie hebben de boeddhisten opgestookt tegen de Hindoestanen en ik hou van oorlog en waar kan ik tekenen?
Er zijn dingen waarvan ik zeker weet dat die in de Bijbel hadden moeten staan. Of ze staan erin. Want ik ben niet zo bijbelvast als Jörg Liesman. Dat had ergens moeten staan. Even goed nadenken. Dat ik het nou wel even correct zeg. Hè? Oh ja, daar is die. Onwetendheid is onvergeeflijk. Dat je het even weet. Stupiditeit, dat gaat een vig. En God houdt van ons. Je zou het niet willen geloven, maar hij houdt van ons. Dat klopt. Van ons dan, hè? Van degene die weten dat God van hun houdt. En de liefde van een priester. Wat maak je daar, man? Van een mens. Ja, een mens. Ha. Het gaat om God. God is ook de enige die je moet vrezen. Voor de rest niet, hoor. Jo, maar straks raak ik mijn uitkering kwijt. Ja. Niks aan de hand. Erger is het dat ik hier bier zit te drinken en... Die fruitvliegen, die drosophilia, die hebben zich vermenigvuldigd. Nou, die leven niet zo lang, maar... Maar als ze in mijn bier belanden, ik vind het zo smerig. Ik lust geen fruitvlieg. Kijk, dat zijn dingen om je chagrijnig over te maken, maar voor de rest... Waarom? Waarom? Je bent een kind van God. En je woont in zijn huis. Je hebt je moraal, de 10 geboden. Nou, die kan je op een kaartje ter grootte van een kaartspelkaart dingetje. Ongeveer zo groot, 3 bij 7 centimeter. Nou, iets langer, iets breder of zo. Maar, en dan schrijf je de 10 geboden op. 5 aan de voorkant, 5 aan de achterkant. Die kan je nou opschrijven ter grootte van een pinpas. En die stop je in je portemonnee. En elke dag als je weer met het vervelende OV ergens naartoe moet... dan kijk je nog eventjes naar, weet ik ze al, uit mijn hoofd. En dan, oh, is 1, 2, oké, heb ik nog begrepen. Ja, 3, is, oh, die snap ik ook, ja. 4, ja, dat wist ik al, ja. En 5, oh, dat was niet, ja, dat klopt, oh, mooi zo, aan de omdraaien. En dan krijg je nummer 6. Gij zult niet doden, hè. En nummer 7, nummer 8, nummer 9, ik zit niet allemaal uit mijn hoofd. Dat is alles. Daar hou je je aan. Dan gaan we terug naar een maatschappij van individuele personen die een persoonlijke relatie hebben met God via Christus Jezus. Want doe het niet direct. Dat klinkt een beetje gek dat ik nou zeg, maar dat mag niet. Maar dat mag je echt niet doen. Niet direct met God gaan open, ouwe hoeren. Doe dat via Christus Jezus. Lees je Nieuwe Testament. Ja, kortom, homo. Zoveel pagina's zijn dat niet. Je kan zo'n Bijbel kopen hier om de hoek. Kost je €8,95. Ha, wat duur. Nou, het heeft een leren kaft. Of iets wat daarop lijkt. Ik denk wel dat het leer is. Een slijtvaste kaft. Keurige pagina's. En dan de oude, dat is de King James. En dan in het rechtopstaande schrift, daar begint het mee. In de beginnen schiep God hemel en aarde, maar dat staat in het Engels dan. Hè? De hemel, de aarde. In the beginning God created the heaven, enkelvoud. And the earth, enkelvoud. Dat was voordat er was alles nog vormloos. Er kon geen meervoud zijn. Snap je? Nou, en dan staat er in de King James, er staan er zinnen met woorden en die zijn in italic.
hoe heet dat? Schuinschrift, heet dat op zijn Nederlands. Nou, die woorden zijn eraan toegevoegd door de vertalers die bezig waren om het Grieks en het Hebreeuws en het Armeens te vertalen in het Engels. Maar die schuine woorden kan je weglaten. Dan kan je overheen lezen. En in die King James, die je hier kan kopen hier in Arnhem, bij boekhandel De Fakkel in de Koningsstraat, daar staan de woorden van Christus Jezus in het rood geschreven. Dan weet je gelijk waar het om gaat. Want Christus Jezus is de vervulling van de wet en de profeten. Het Oude Testament. De oude overeenkomst tussen de mensen, die mens zijn, en hun God, hun Vader. En Christus heeft dat ingevuld en dat staat in het rood. Dat is super interessant. Vooral als je eerst, als je begint bij Genesis 1, vers 1. En dan ga je door al die meuk heen met Exodus. En dan Numerie. Dan denk je, wauw, wanneer houdt deze ellende op? Nee, het wordt alleen maar erger. Dan krijg je het boek Samuel, want dan gaat het volk Gods, die gaat een koning uitkiezen. Ja, dat is het begin van het einde. En wat doen wij momenteel? We lopen achter de koning aan. Ja, niet zo'n goed idee. Dus dat wordt alleen maar erger. Dan krijg je Hosea. Nou, dan ga je helemaal door je knieën heen. En het boek Esther, dat is geweldig. Het boek Rut is ook heel mooi. En dan begint Christus. In het rood. En in het rood, daar staat ook schuinschrift. Die woorden kan je weglaten. Dat doet er niet toe. Die schuinschrift woorden, skippen. Dan leer je stiekem nog een beetje Armeens, Hebreeuws of Grieks. Romeinen 12, vers 19, daar staat: Vengeance is mine. En is, dat staat in schuinschrift. Daar staat eigenlijk: Vengeance, mine. Twee woorden. Snap je? En wie kan dat niet begrijpen? Nee, ik moet naar de kerk, want ik snap er helemaal niks van. Nee, je moet helemaal niet naar de kerk, homo. Je hebt toch een iPad? Op het internet staat het barstens vol met predikers. En dan kan je zeggen, ja, maar die predikers die hebben overdag een betaalde baan en die zitten een beetje in hun vrije tijd voor te lezen uit de Bijbel en dat uit te leggen. Ik ga liever naar een betaalde organisatie waarvan bekend is dat ze kleine kinderen hebben laten neuken door hun medewerkers. Dan ben je toch smeelap? Ik wil niet zeiken, ik wil niet zeuren. Ik ben absoluut overgeïrriteerd. Uber-irriteerd. Over deze organisatie. En een beetje lopen zeuren, want deze klootzak, die zit er dus wel in zijn zwarte jurk met zo'n wit boordje, met de Bijbel op tafel. En dan daarnaast hem een beeld van de heilige moeder Maria met het kindeke Jezus. En een kruis ervoor met tierenlantijnen. En Maria met een blauwe jurk aan. Ha, 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 ha. Nee, wij overtreden het tweede gebod van Mozes helemaal niet hoor. Ben jij gek?
Er staat ook nog in het Nieuwe Testament door Christus gezegd: gij zult niet repetitief bidden. Dus iedereen met een rozenkrans aanbieden van, ja, zou je willen vertrekken uit onze gemeenschap? En onder welke voorwaarden zou je weg willen gaan? En als iemand tegen je zegt van, ja, waarom? Nou, wij zijn hier bijbelgelovende christenen en wij houden niet van mafketels. Je mag onze dochters niet neuken. Dat willen we niet. En jij zit met een rozenkrans, heilige Maria, moeder van God. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. En hoe gaat het ook weer verder? En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan nog een keer. En die Mohammedanen doen het ook, hè? Die zitten ook met een rozenkrans, hoor. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. Dat moet je helemaal niet doen, man. Het slaat nergens op. En die katholieken, net als die, hun onderafdeling, het Mohammedanisme of het Koranisme, die doen het ook. Die volgelingen dan. La ilaha illallah, Mohammed de Rasulallah. Ja, maar la ilaha illallah, la ilallah. Zo moet je het zeggen. Mohammed de Rasulallah. Idioterie. Ja, de katholieke kerk die gaat al het geld teruggeven en zeggen, oké, ja, we hebben jullie dan heel veel millennia, nou, ongeveer 5 millennia lang, van jullie geld afgetroggeld met valse indoctrinaties. En we zeggen sorry. En ja, je kan een jurk krijgen. Net als Christus, hè. Niet alleen mijn jurk. Nee, je mag me ook mijn ondergoed hebben. Je mag me alles hebben. Die ketting die ik heb. Neem alles maar af. Doe mij maar een djellaba. En ik zeg sorry. Voor het beliegen van mensen. Deze katholieken, die hebben niet af te rekenen met mij, want ik stel niks voor. Ze hebben af te rekenen met de Heere Heren. Ze hebben af te rekenen met degene die mijn Heer, dat is Christus Jezus, zijn Heer noemde. Daar ga je mee afrekenen. Dat je zijn kinderen hebt verneukt. En hebt laten verneuken. En voor wat? Omdat je daar financieel beter van wilde worden? Dat je moraliteit wilde verkopen? Nee, en dat hebben we geweten. Die katholieken hebben de Vietnamoorlog veroorzaakt. Om die boeddhisten te pakken. Die niet in katholieke boeddhistische kloosters willen gaan zitten. We zullen maar zeggen, die boeddhisten waren niet protestant. Nee, zij waren boeddhist. En niet katholiek boeddhist. Dus al die boeddhisten die niet in die katholieke kloosters wilden gaan zitten, die zijn, het hele volk is weggebombardeerd. Ik denk dat ik minimaal de kloter van deze klootzak, die hier een beetje met zijn duim omhoog zit, naast het Mariabeeld, ik mag zijn kloter laten verkopen aan een Chinese maffia-organisatie voor als vruchtbaarheidsmiddel. En dan moet die man maar even voor de rest van zijn leven zonder kloten gaan. Want u heeft afbetaald, lul. En als je nog een fout maakt, dan gaat je penis eraf. Ik word erg chagrijnig van onrechtvaardigheid en van leugenarij. Kijk, mensen zijn niet allemaal in staat tot metafysica. Klaar. De metafysica is de beschouwing op de fysica. Of fysiek,
Fysica op zijn Nederlands, dan op de fysica, de natuur. Nou, de beschouwing op de natuur, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet inzien. Die snappen dat niet. Die denken van, boel. Dus hooguit 0,2% der mensen is in staat tot metafysica. Of nog minder. Het antwoord daarvoor is een metafysica voor het volk. Dat is de Bijbel. De Bijbel rustig lezen, niks aan de hand. Luister naar de Bijbelbesprekingen die ik gedaan heb met Jurk Liesman. En laatstelijk met Michael erbij, uit de buurt van Venlo. En dan hoor je de Bijbel van de tweet, de tweet, de tweet, de tweet, de tweet, de tweet. En dan hoor je al vogeltjes fluiten. Dat is alles. Je moet dat woord van God moet je begrijpen. En als je dat niet doet, dan gaat een of andere klootzak in een zwarte jurk met een wit boordje, die gaat lopen zeggen van ja, homoseksualiteit, dat gaan we niet bestrijden. Want dan verliezen wij een doelgroep. We moeten allemaal bij de kerk en de bijligging van man tot man, ja, dat wordt in de Bijbel verboden, maar zoals je weet, wij zijn katholiek en we hebben zelf dan niet echt lief dat, dat mensen de Bijbel lezen, dus wij hebben daar een doekje omheen gewikkeld en heet de catechismus en we gaan vooral ritualen doen, dus idolaterie, dat doen wij heel veel, ja, en dan gaan we ook in tegen de wetten van Mozes, maar dan moet je ruim zien en dat je niemand op deze wereld je vader mag noemen, dan moet je ruim zien. Die smeerlappen, die krijgen een rekening te vereffenen, joh. Met mine Paul, hè. Als ik de deur uitga, dat ga ik doen. Ik ben het helemaal beu met die katholieken. Met die Babylon homo's. Dan ga ik tegen mijn vader zeggen van trek de stekker er maar uit. Ik ben er geweest, ik heb het geprobeerd. I done there, been that, got a t-shirt. Resultaat 2,3 op een schaal van 1 tot en met 10. En dan mogen jullie hopen dat er op dat moment nog wat engelen zijn die tegen God zeggen van oh, 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 oh. Ja, Perry zegt dat nou wel. Er kunnen nog enkele gelovenden tussen zitten. Ik hoop dat jullie gevonden worden door die engelen. Voordat God tegen... Want God gaat het... Als God deze wereld niet... Een totaal kriek bezorgt... Dan vraag ik me af wat voor een slappe homo God is. En aangezien ik geen kennis heb van God... Ik heb alleen maar enorme angst voor God... Maar ik vraag het me wel af. Misschien wil God jullie nog langer laten lijden. Onder deze valse profeten. Dat hij denkt van ja, Perry, ja, je zegt je nou wel, maar ik doe voorlopig niks. Al die mensen lopen achter de paus aan, of ze zijn atheïst. Dan gaat lekker oorlog maken. Dat is allemaal mijn plan. Perry, ja, leuk, bedankt voor je bijdrage. En voorlopig hoef je niet meer terug. Zo zal het wel aflopen, denk ik. Maar ik weet ook niet alles. God weet alles. Heel veel mensen, de kinderen van God, zijn letterlijk de kinderen van God. Omdat ze dom zijn. Misschien zit God wel te wachten op de volwassenen van God. Ik ben feit van de Bijbel, want ik ga elke maand naar de mis. Waar ben je mee bezig? Ja, ik vind het gezellig. Ja. Ja, ga dan biljarten, homo. Maar ga niet de Bijbel misbruiken.
Ja, maar de laatste keer in de kerk, ik vond het heel heilig. Ja. Moet ik alles uitleggen? Zo. Je mag het woord van God niet misbruiken. Als je het woord van God accepteert, dat is de bibliotheek, de Bijbel, de verzameling der boeken, de scriptus receptus, vertaald in het Engels, in het, gepubliceerd. De vertaling is gepubliceerd in 1611 en dat project heeft jaren geduurd. Met bijna 50 mensen die aan het schrijven waren, aan het vertalen waren en toezichthouders. Dat is de volksmetafysica die het nog meer dan 1000 jaar gaat volhouden. De Mahabharata is al aan het... bederven. Het is geen Hindoestaan meer, de Mahabharata. De Mahabharata is een soort boek zoals The Lord of the Rings. Het is één verhaal. Het begon als volgt en het eindigde ermee dat de held, die had een hond en die mocht niet de hemel in. En alle vijanden van de held, die zaten bovenin de hemel en die lachten de held uit. Want de held wilde zijn hond meenemen naar de hemel. Nou, dat is een leuk einde van het boek, ja. En de Mahabharata is helemaal niks. Bedorven, verrot, beschimmeld. Van de Bijbel worden er per maand 30.000 exemplaren gedrukt. En nu moeten jullie nog gaan lezen. En dan precies doen wat die man waar ik nu naar kijk niet wil. En precies doen wat de katholieke kerk niet wil. De katholieke kerk wil niet dat jij de Bijbel leest, dus ga jij de Bijbel lezen. Stel ik je betaalde priesters. Wat denken die homo's wel niet? Ik ben een stuk vriendelijker dan Christus Jezus, hoor. Want Christus Jezus heeft daadwerkelijk... De schriftgeleerden en de fariseeërs aan plein publiek, knal, knal, knal. En tafels en ver getrapt en gezegd, stel ik je homo's, rot ermee op. Wat doen jullie in het huis van mijn vader? Ik vind het erg fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En ik hoop dat het zo is dat jullie... hier in Arnhem... Het is boekhandel De Fakkel in de Koningsstraat. Tegenover de voormalige bibliotheek. En de katholieken hebben die bibliotheek laten slopen. En vervangen door een of ander Egyptisch bouwwerk. En het heet De Rosette. Rosicrucians, anyone? Maar daar tegenover daar zit de boekhandel De Fakkel. En daarnaast, dat is twee deuren daarnaast, daar zit de stripboekhandel en die heet de Noorman. Dus je neemt een kaartje naar Arnhem Centraal en de weg vragen naar de Koningsstraat. En als je bij de Noorman bent, vanuit het noorden gelopen, dan ben je te ver. Dus dan moet je iets terug naar het noorden. Ja, het kan ook zijn dat je vanaf het station via de Weverstraat komt. En dan is het precies andersom. Dus als je dan bij de Noorman komt, dan moet je nog iets verder doorlopen. En dan ben je bij De Fakkel. En dan koop je een King James van €8,95. Afgesproken. En daarna spreken we af in Café De Wacht. Nou, dat kan je ook zo vinden via maps.google. En dan krijg je van mij een jenever. Of een appelsap naar keuze.
En ga je Bijbel lezen. Ja, doe het. Ja, of je gaat Friedrich Nietzsche lezen. Maar voordat je Friedrich Nietzsche begrijpt, jongen. Zo moet ik net doen. Zo. Dat wordt een moeilijke weg, hoor. Friedrich Nietzsche is... Die is vermoord. Die hebben ze in een psychiatrische inrichting gestopt. Want meneer was gek geworden. En nu nog even begrijpen wat Friedrich Nietzsche nou precies zei met zijn Übermensch. Dat is in het boek Also sprak Zarathustra. Auf Deutsch Also sprak Zarathustra. Geweldig boek. Heel ingewikkeld. Net als Johann Sebastian Bach. Als je van muziek houdt en je zet de Goldberg-variaties op, dan denk je. Tikke, 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 tikke. De Goldberg-variations. Ik had een vriendin op bezoek. Die sliep op de bank. En allebei gezopen, man. Echt ontzettend veel. En ik zei tegen haar, van lig je lekker? Ja, zei ze. Ik zei, nou, zullen we een slaapliedje opzetten? Ze, waarom niet? De Goldberg-variaties van Bach. Geniaal. Maar wel ingewikkeld. Dat heb je met Nietzsche ook. De Bijbel is niet ingewikkeld. Is niet geniaal. Het heeft niks mee te maken. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, die was een genius. Op het terrein van de metafysica. Dus die ga je doen. En daarna dus Martin Heidegger. En van tevoren heb je gelezen Immanuel Kant, de Prolegomena. Natuurlijk de Grundlage der Moral van Herr Arthur Schopenhauer. En heb je in al die ingewikkelde zooi geen zin? Dat maakt niet uit. Dan lees je toch je Bijbel. Met de hand op mijn hart zeg ik dat. Geloven dan maar. Ja, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.